Ja, en hij eindigt dus met het feit, de conclusie eigenlijk, dat instelling, want daar ligt het aan, dat was de laatste zin, dan kun je dus niet verliezen op zo'n manier. Daar ben je het niet mee eens. Nee, totaal niet. Dit leek ook alsof hij dat gewoon per se wilde zeggen, om een soort van de ploeg wakker te maken. Mm-hmm. Ik had ook het gevoel dat de spelers daar helemaal niet mee eens waren. Schouder zag ik op de persconferentie van, onzin, helemaal niet mee eens. En ik heb dan wel gezocht naar de wedstrijd, naar beelden, samen met Sander hierboven. Nou, waar zou dat uit blijken? Want meestal is de jongen met wie samen de analyse maakt. Ja, maar meestal is het... Kijk, Dest, dit doet hij altijd. Dit kan je wel zeggen als Hotain. Of ik vind dit overtuigd van zichzelf. Maar hij is altijd wel zo. Maar ik heb ze echt niet kunnen ontdekken dat ze niet met hun man meeliepen. Dat ze niet allemaal terugschakelden, waar je vaak ziet. Luc de Jong, als hij nou arrogant Hotain, dan zou hij dat deze loopactie helemaal niet maken. Terwijl hij weet dat hij het nooit zou krijgen. Maar doordat hij dat doet, komt er wel ruimte om die steekpaas te geven. Dus nee, hier wat de bal van die schrijf. Moet je kijken hoe ze allemaal toch omschakelen. En allemaal op tijd Dest, sprinten terug. Luc de Jong, zoals we hem kennen, terug. Nou ja, ik zie helemaal niks Hotain of arrogant aan PSV. En dat zag ik de hele wedstrijd niet. Ik was juist onder de indruk van dat ze ook Lozano bijvoorbeeld, die aanvallen, niks bakte. Maar wel elke keer zijn loopjes deed naar achter. Dus ik was het echt helemaal niet mee eens. En volgens mij zijn spelers ook niet. En ik denk ook... Zou je dan die... En hier, kijk, Tillman. Yeah. Tillman, een van de meest arrogante spelers in zijn hoe hij speelt, zeg maar. Nonchalant, maar hier terugschakelen, bal voorover. Maar vind je het dan een trucje wat Bos doet? Een beetje een act. Ik vond het ook een act 2 weken geleden bij jou. Toen hij bijna niet wist dat hij uitgeschakeld was 3 dagen eerder tegen Dortmund. Bij PSV Twente was dat vooraf. Help me even, wat is het 3 dagen geleden? Ja. Weet je, dus nee, het was beetje gemaakt. Wat mij betreft too much. Ja. Kees, jij had wel 1 of 2 dingetjes waarvan je dacht, misschien dat hij daar dan heel erg de nadruk op heeft gelegd. Ook voor zichzelf, ook omdat daar doelpunten uitkwamen. Ja. Want ze hebben tegenwoordig allemaal die iPads op de bank, dus je kan het gelijk weer terugzien. Misschien dat hij daar dan heel erg de nadruk op heeft gelegd. En dat het dan ook jongens waren. Bijvoorbeeld een Boskakli die sloft. Dat hij denkt, Ramaljo die toch normaal niet... Ja. Maar Boskakli is gewoon niet in goede doen. En dat is al een paar weken aan de hand. Hij was ook aan de bal. Was niet. Klopt, maar ik kon totaal niet ontdekken. Kijk, wij kennen natuurlijk Ajax. In de goede dagen is hij. Weet je, lekker. Ik kon dat totaal niet ontdekken bij dit PSV. En ik snap wel dat het heel vervelend is dat je deze wedstrijd verliest. Want hij had het natuurlijk over bijzonder, uniek seizoen. Ja. En als je ongeslagen kampioen wordt, dan is dat ook wel echt een goed seizoen. Je kan een puntenrecord pakken. Je kan, voor mij is dan ook weer, dan heb je de Champions League en de beker. Nou, dat is niet helemaal goed gelukt. Maar vinden ze zelf misschien wel. Maar dat is natuurlijk heel vervelend, heel irritant. Dat je dan, zeg maar, richting de laatste 7 wedstrijden, dat je dan net verliest. En dan ben je dus niet de kampioen die ongeslagen is. Nee. Ja, dat begrijp ik. Kijk, een kampioenschap is sowieso mooi, hè? Weet je, of je het nou op 1 punt wordt... Kan je beter op speelronde 3 verliezen. maar nu is het, weet je, ook een soort van doel. Ja, dat is niet gehaald en dat voelt het als falen. Ja. Maar dat is verre van natuurlijk. En wat hij zei na de wedstrijd, ben ik het echt... Totaal niet mee eens. En zijn spelers het blijkbaar ook niet.